O land van mest en mist, van vuile, koude regen. Zo begint het bekendste weergedicht uit de 19e eeuw, Bautade, van P.A. de Geenstedt. Illustratief voor de tentoonstelling Weer en Wind van Averkamp tot Willink, waarin kunst en poëzie samenkomen. Vandaag de gast, weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Ik ben heel benieuwd hoe hij als meteoroloog naar de kunstwerken kijkt in de tentoonstelling Weer en Wind. Dag Peter, ongelooflijk leuk dat je er bent. Ik ben zo benieuwd hoe jij met een weeroog kijkt naar de kunst over weer en wind. Hier staan we voor een van de vroegste weerschilderijen uit de Nederlanden, 1629. Ja. Hendrik Vroom, die een ongelooflijke storm op zee hier verbeeldt. Heb jij zelf wel eens een storm meegemaakt? Niet op zee, gelukkig. Maar op land? Ja, wel op land. En een van de dingen die je wel merkt is dat storm heb je pas echt aan de Nederlandse kust. Dus je moet eigenlijk echt op het strand staan of op zee. Als je in Laren woont of je woont in het oosten van het land, dan waait het best wel hard. Maar dat is echt helemaal niets vergeleken met de wind die je op zee tegenkomt. Is dit de realiteit? Ik denk dat een heleboel elementen wel waar kunnen zijn. Zoals die wolken, die zien er echt heel stormachtig uit. Dat ze donker zijn, dat er veel regen in die wolken zit. Dat vind ik ook heel realistisch. Het zal ook wel behoorlijk ruig zijn geweest met die enorme hoge golven. Maar ik denk dat je ook wel kan zien dat het toch een beetje een fantasieschilderij is. Nou. Misschien hier eerst eens even naar kijken. Naar dit monster van Loch Ness dat ineens komt opduiken. Die het allemaal nog even extra gevaarlijk en spannend maakt. Ja. De rijkdom van de Nederlanden kwam natuurlijk in de Gouden Eeuw kwam over zee. Ja. Maar één op de paar schepen verging. En dit is dus een heel moraliserend schilderij. Waarin Vroom laat zien van pas op, want die zee is een monster. Ja, dit is geschilderd aan het eind van de oorlog door Karel Willink, ja. Magisch realist. Peter, hoe kijk jij nou naar die wolken van Willink? Ja, dit moet echt heel erg realistisch zijn. Want dit is precies zoals zo'n wolkenlucht er in het echt ook uitziet. En wat je hier ziet is cumulusbewolking. Mm-hmm. En zelfs een beetje cumulonimbus. Want hier zie je dat die zwarte, donkere wolken dat die aan het opbollen zijn. Die torentjes die dan ontstaan, dat is eigenlijk een verklikker voor onweer. Wat trouwens verder opvalt, dat is wel heel mooi, is de belichting van die wolken. Want je ziet hier aan de gevels, deze gevels staan in de zon, die zijgevels in de schaduw. Dus het licht komt een beetje zo schuin van achter. En dat klopt ook precies met de belichting van de wolken. Je ziet dus dat het heel donker is hier en tegelijkertijd zo fel licht. Ja. En dat komt doordat het echte zomerbuien zijn met hele zware druppels. Okay. En die grote druppels die absorberen heel veel zonlicht. Waardoor het zo ontzettend donker kan zijn op één plek en zo hel wit op een andere plek. Nou, fascinerend natuurlijk. Ja, dit is echt, dit is ongelooflijk. Dit schilderij is van 1565. Ja. En het is gemaakt door Cornelis van Culemborg, een opdracht van het stadsbestuur van Delft, toen een enorme berg ijsschotsen het havenhoofd van Delfts haven overspoelde en zelfs het bejaardenhuisje helemaal deed vervagen. In de kunstgeschiedenis markeert dit schilderij het begin wat ze de kleine ijstijd noemen. Wat is dat eigenlijk, die kleine ijstijd? Die kleine ijstijd, dat is een periode die duurt een aantal eeuwen, tot ongeveer 1850. Zo. Waarin het regionaal, dus vooral in Europa, iets kouder was dan in de eeuwen daarvoor en in de eeuw daarna. De zomers waren wat minder warm, de oogsten waren matiger daardoor en de winters waren strenger. Ja, dus de echte, hele bekende, Averkamp-achtige wintertaferelen, maar ook dit komt uit die kleine ijstijd en niet voor niets. Dit is niet iets wat verzonnen is. Dit is wat mensen meemaakten in die tijd.
Ja, dit is natuurlijk de ultieme ramp voor een ramptoerist. Hier had je wel bij willen zijn. Tenminste, jij had hier bij willen zijn. Ik denk dat jij hier stiekem ook wel naar had willen kijken. Absoluut. Ja, misschien was jij wel dit jongetje geweest dat helemaal tot boven in de ijsberg was gewandeld. Nou, ik denk dat jij dat was. We kijken naar een werk van Johan Dijkstra, dat is een Groningse schilder, ja. Een van de schilders van de ploeg. Ja. En die, geïnspireerd door Duitse expressionisme, gaan ze in knalkleuren hun Groningse land. Dat is wel duidelijk maken. Hier, hè? Jij bent geboren en getogen Groninger, hè? Ja. Kan jij terug verlangen naar dat Groningse land waar jij dus al die uren in vertoefde? Nou, toch wel een beetje. Ik zal je zeggen, vorige week ben ik weer in Groningen geweest. En daar heb ik voor het eerst gedaan wat ik echt al heel lang wilde doen. En dat is kanoën door het Groningse landschap. En toen ik dat deed vorige week, toen had ik wel weer even herinneringen aan vroeger. Van dit soort mooie weidse landschappen waar je het weer echt al van kilometers afstand kunt zien aankomen. En waar ook de kleurenpracht van bijvoorbeeld een zonsopkomst 's ochtends vroeg of een zonsondergang aan het eind van de dag heel mooi uitkomt. Dat spant wel van dit doek af, absoluut, toch? Absoluut, ja. Ja. Wow. We gaan naar de klapper, wat mij betreft, van Robert Zandvliet. Ja. Hij heeft het net geschilderd. Ja. En toen ik het zag, dacht ik meteen smeltende ijskappen. Ja. Nou, en dat hield ik hem voor. Toen zei ik, nee. Wat ik doe, is kunstwerken uit het verleden een nieuw leven geven. Dus hij heeft een heel klein schetsboekje van Louis Apol uit 1880 opgeblazen tot een waanzinnig mooi eigentijds kunstwerk. Als onderzoeker ben je zelf op de Pool geweest. Wat heb je daar ervaren? Wat het zo bijzonder maakt, die Poolgebieden, dat zijn de kleuren, dat is het licht. En dat zie je ook heel mooi, vind ik, op dit schilderij. Ja, en wat dus ook echt heel mooi is in die Poolgebieden, dat zijn de vormen die de natuur zelf maakt. Die je nergens anders ziet, in de woestijn niet, in de tropen niet. Misschien is het niet helemaal voor niets, die middelste ijsschot die je daar ziet. Dat lijkt wel een kathedraal. Het majestueuze van de Poolgebieden, dat zie ik terug als ik hier naar kijk. Mijn hart gaat hier echt wat sneller van kloppen van zo'n werk. Jawel. Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw prachtige toevoeging aan de kunst vanuit jouw weeroog. En jij hartelijk bedankt voor de mooie rondleiding. Nou, heel goed. Dankjewel.